deze aflevering laat ik jullie zien hoe je olie vervangt bij een Fiat 500 E.4 Fire met 100 pk. Dit keer maak ik geen video van mijn eigen auto, maar die van mijn zusje. Die rijdt de Fiat 500 1.4. Die is geïmporteerd uit Duitsland. Nou, en deze heeft de 1.4 Fire motor. Deze motor heeft 100 pk en die wordt niet zo heel veel geleverd in Nederland. Eigenlijk standaard gewoon helemaal niet, want we kennen in Nederland alleen de 1.2 en de Twin Air. Of de 1.4 Abarth. Het eerste wat we nou gaan doen, is de auto omhoog zetten. Zodat we overal makkelijk bij kunnen en gaan we eerst de bodemplaat demonteren. Nou, nadat we de bodemplaat hebben gedemonteerd, zoeken we de oliefilter op en die schroeven we eerst een stukje los. Zoals je ziet staat nou de auto omhoog. En het eerste wat we nou gaan doen is de bodemplaat demonteren van de auto. Zo kunnen we bij de oliefilter en de kartenplug. Om de bodemplaat van de Fiat 500 te demonteren heb je een dopje 10 en een kleine raad om een verlengstuk nodig. Het is eventueel ook mogelijk met een schroevendraaier en een dopje 10. Maar ratel is gewoon veel makkelijker. Bij de Fiat 500 1400 zit de oliefilter recht voor aan de linkerkant voorin. Zoals je ziet heb ik hier de filter en je kunt er eigenlijk heel makkelijk bij. De klusje is dus ook heel makkelijk met een krik gewoon te doen. Alleen ja, ik gebruik gewoon mijn brug, want het is gewoon veel makkelijker. Nou, deze kant heb je de olieplug. Die gaan we dan ook loshalen. Om de olieplug bij de Fiat 500 los te halen heb je een dopje 17 nodig. Eventueel een brekenbar en wringijzer. En een ratel. Zelf pak ik de maat 3/8. Waarom 3/8? Dat is de middelmaat ratel. Met deze ratel zet je daardoor minder kracht. Het gevaar wat ik heel vaak bij mensen zie, is dat ze de olieplug eigenlijk veel te strak zetten. Nou, doordat je een 3/8 gebruikt, heb je al minder kracht. En ze hem dus ook minder strak zetten. Dop erop en die kant op draaien. Los. Oliebak eronder. Dan kun je ook gewoon een tijltje pakken. Ja. Dit is net even iets makkelijker dan een tijltje. Goed uitkijken voor je wingers, want de olie is loeiheet. Mits dat de auto koud is natuurlijk, dan heb je er geen last van. Zoals je ziet is de olie git en git zwart. Het was nodig om het te vervangen. Zoals je ziet heb ik hier een hele mooie set met allemaal doppen. Nou, deze doppen die zijn gemaakt voor bovenop je oliefilter te zetten. Dan zijn er ook van die straps die je vast kan zetten. Dat werkt super. Het nadeel alleen is, bij sommige auto's kom je niet overal goed tussen. En dan is dit dus juist de oplossing. En dit werkt eigenlijk altijd. Heb je dit nou allemaal niet en wil je toch die oliefilter vervangen, kun je eventueel een scherpe schroevendraaier erin rammen. En dan als hefboom gebruiken om los te wrikken. Ik adviseer zelf dit niet, want het nadeel hiervan is op het moment dat de filter niet past, ja, ben je dus behoorlijk fucked. Are you serious, dude? Nah, come on. Want dan kun je hem niet meer terugmonteren. Ook voor die oliefilters geldt weer een 3/8 ratel. Erop zetten. Op je oliefilter zetten. Kijk, en dan schroef je hem zo los. Let er wel op. Monteer die oliebak er weer onder, want zodra die filter loskomt, wordt het nogal een zooitje. Nou, de rest kun je gewoon losgooien. De rest kun je hem gewoon met de hand losmaken. Even je mouw opstropen, want het wordt nogal een rommel.
vaak zie je inderdaad ook wanneer je de oliefilter of de dop aan de bovenkant van de motor loshaalt, dat daardoor weer wat restolie eruit komt. Hou je dus ook rekening mee op het moment dat je bak verzet, want anders zit het nog de vloer onder. Het los. Drukken we hierin en laten we uitdruipen. Aan twee kanten. Zoals je ziet is het nou behoorlijk vuil. Nou, dit gaan we dan schoonmaken. En ook druipt de motor nog flink uit. Het eerste wat je nou doet, is zorgen dat je de oliefilter gaat controleren. Nou, zoals je ziet, zijn ze allebei identiek aan elkaar. Wat je dan doet, is pak een beetje olie van de oude filter en die doe je op de nieuwe ring. Je kunt eventueel ook een beetje vet pakken. Al ben ik hier zelf geen voorstander van. Deze gaan we natuurlijk op de auto monteren. Zoals jullie zien zit de filter weer op zijn plek. Wat wel heel belangrijk is, is dat je deze filter met de hand aandraait. Nou is het wel zo dat deze heel dicht tegen de motor zit. En kun je die sleutel er wel opzetten en een heel klein slagje geven. Maar over het algemeen adviseer ik altijd gewoon om het alleen met de hand terug vast te zetten. Vast is vast. Als je met de sleutel vast gaat zetten, zet je hem 9 van 10 keer veel te vast. En wanneer je hem dan de volgende keer los moet halen, ja, dan trek je heel het filter kapot. Wat we nou gaan doen, is als hij uitgedrupt is, gaan we de nieuwe koper ring monteren op de olieplug. Zoals je ziet heb ik hier de twee nieuwe koper ringen naast elkaar liggen. Wat belangrijk is, dat hij is altijd vervangt. Doe je dit niet, gaat hij gegarandeerd opnieuw lekken. Een koper ring kun je namelijk maar 1 keer gebruiken. Sleutel 17 er terug op. En aandraaien. Vast is vast. Wat ik meestal doe, is met twee vingers, op het einde, dan trek je meestal niet zo hard. En wanneer het dan te strak is, zo. Dit is voldoende. Nadat we de plug aangetrokken hebben, maken we hem nog even schoon met een beetje remrijder en een doekje. En daarna kan de bodemplaat terug gemonteerd worden. Zo, nu zit de bodemplaat er weer onder. Dan laten we de auto zakken en gaan we de auto afvullen. Nou, holy. Zelf gebruik ik voor deze motor de 5W40 Heller van Kroon. Dan kun je natuurlijk ook andere merken gebruiken. Het is wel belangrijk dat je aan de specificatie van deze motor voldoet. Leef je nou in een warmer klimaat, dan kan het zijn dat je motor om 10W40 vraagt. Het eerste wat je doet is de kap verwijderen. Je kunt eventueel een trechter gebruiken. Is het wel zo dat die 5 liter kannen een schenktuit hebben. Toch gaan we dit niet doen. 5 minutes later. Voordat we de motor gaan vullen is het heel erg belangrijk dat je weet hoeveel liter olie dat er in de motor gaat. Nou, volgens de specificatie van de fabrikant gaat er in deze motor 2,9 liter olie en 150 milliliter olie in het oliefilter. Nou, wat we nou eerst doen is even 2,6 tot 2,7 liter olie vullen, daarna even peilen en de motor even starten. Wat hij dan doet is hij pompt daarna de olie in het oliefilter, dus hij filtert die 150 milliliter vanuit Carter in de oliefilter. Daarna vullen we de motor af tot aan de bovenkant van de pijlstok, maximaal. Is het bij sommige motoren moeilijk te zien wat het pijlniveau is. Je kunt eventueel met een witte stift hem inkleuren, even laten drogen, daarna in de motor te steken en daarna eruit te halen.
Hierdoor kun je dus met de verse olie beter je olieniveau zien. Nou, is het met de EBIT V Fire motor wel redelijk makkelijk te zien. Zoals je ziet, is die bijna tot aan bovenin. Hij staat er net onder. Het eerste wat we nou even gaan doen is de motor even starten. En even zorgen dat de olie overal rondgepompt wordt. En daarna vullen we de motor af. Nou, zoals je ziet is die al klaar. Dan kunnen we naar buiten rijden. Vond je deze video nou leuk en interessant? Doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog geven. En abonneer even op ons kanaal.